er komt 14 miljoen kilo vuurwerk elk jaar uit China naar Nederland. Hoe bepalen jullie nou welk vuurwerk jullie gaan testen? Op basis van onze kennis en ervaring kennen we bijna alle artikelen kennen we wel uit ons hoofd. Dan weten we al welke we willen zien. Want dat zijn artikelen die een extra risico met zich meebrengen, gezien de stabiliteit. Nou, een van de grootste risico's is toch wel het omvallen van het vuurwerk. Omdat alles wat dan normaal gesproken in de lucht plaatsvindt, dat gebeurt dan op de grond. En dat willen we liever niet, want dat is gevaarlijk. Vanaf 1 december is een nieuwe wetgeving tot stand gekomen door de EU en door nationale wetgeving. Ja. En in samenwerking met de branche. En dat is samengesteld vuurwerk, oftewel compound. Dat zijn dit soort batterijtjes, maar dan op een plank gelijmd. Nu is het zo, op deze plank gaat dat niet meer omvallen. Dat is stevig. En het voordeel is dat je het maar één keer hoeft aan te steken. Hier zit het lont. Dat steek je aan en je gaat met je gezinnetje op veilig afstand staan. En heb je gewoon een soort privé-showtje. Nou, als vuurwerkliefhebber en deskundige ben ik daar helemaal voor. Ja, vanwege die veiligheid ook weer. Als je ziet dat het grootste aandeel van de afkeur die wij hebben bestaat uit omvallen, dit valt niet meer om. Dat probleem, als iedereen alleen nog maar compound zou gebruiken, is grotendeels opgelost. Ja, dan ben ik benieuwd, gaat hij dan zelf ook vuurwerk afsteken? Toch wel, ja, zeker. Ja. Als je het hele jaar in de vuurwerkcontrole zit en je bent zelf ook nog vuurwerkliefhebber, dan kan je en een inspecteur zijn, maar ook nog vuurwerkliefhebber op oud en nieuw. Dus we gaan gewoon vuurwerk afsteken. Ja. U geeft u zelf veel geld eruit? Te veel in ieder geval, volgens mijn vrouw.